dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Hey Lotte, hoe is het met jou? Is het fijn in Nederland? Ja, heel fijn. Ja, het is avond. Lekker donkere, grauwe avond, zoals je weet. Ja. Ja, nou, we kunnen alle twee heel goed vergelijken hoe het is om in Amerika te werken en in Nederland. Ja. Hoe is het, wat vind jij het belangrijkste verschil voor de wetenschap? De positiviteit. De ambitie, iedereen wil gaan. De mogelijkheid dat je zelf een idee kan verzinnen en daar gewoon vol voor kan gaan en dat je ook nog funding krijgt. Ja, dat vind ik wel een verschil met de VS. Ja, ja, en wat ik het belangrijkste verschil vind in de positie van de afdelingshoofd, is dat het zoveel veel gelijkwaardiger is. In de zin dat ik niet allemaal bepaal wat er gebeurt, maar je hebt allemaal individuele onderzoekers zoals jij. En als jij goed onderzoek wil doen en je krijgt er geld voor, dan kan je dat gewoon doen. En als je dat nog veel beter doet dan heel veel anderen, wat je natuurlijk ook al doet, dan kan je naar mij toe gaan en zeggen, luister eens even, we hebben weer meer labruimte nodig en meer ondersteuning nodig. En zorg maar dat je het regelt. En dat vind ik ongelooflijk verfrissend. Dat er een gelijk speelveld is waar de onderzoeker eigenlijk net zoveel macht heeft als de voorzitter of afdelingshoofd. Nou, dat is wel ook wel een beetje jammer voor jou, toch? Nee hoor, helemaal niet. Integendeel, ik vind het heel erg verfrissend dat het gelijkmatiger is, verdeeld is. En ik denk ook dat het heel goed is voor de creativiteit en de productiviteit. Nou, zullen we daar maar wat over vertellen? Daar gaan we wat over vertellen. Leuk. C'est une romance